Tijdens de NSS-periode gaan we eigenlijk een vliegveld binnen het vliegveld Schiphol bouwen. En dat NSS-vliegveld, zoals wij dat noemen, dat wordt gebouwd bij de polderbaan en de omliggende taxibanen. En als er straks een regeringsleider met een staatsvlucht met een eigen vliegtuig aankomt, dan wordt het vliegtuig versleept naar de polderbaan. Daar krijgt hij een parkeerplaatsje schuin op de baan. En daar blijft het vliegtuig eigenlijk staan tot het moment van vertrek weer is aangebroken. Nou, de baan is 75 meter breed, van grasland tot grasland. Die ruimte hebben we ook echt helemaal nodig. Op de rand van de baan staan normaal gesproken randlampen. Dat zijn lampen die ongeveer 30 centimeter hoog zijn. Die staan eigenlijk nu in de weg, dus die gaan we aan beide zijden van de baan 2 keer 3,8 kilometer gaan we van de baan afhalen. Als laatste eigenlijk moeten we voor het vervoer van alle mensen die hier straks op Schiphol aankomen op dit NSS-vliegveld ook een aantal extra wegen aanleggen. Dus dat doen we ook in deze week.